gevallen. We beginnen met de galopaarden voor Give You All of Me. Give You All of Me springt van start af en we gaan op weg naar de eerste bocht met Fly de Stijn de rechterzijde. Uitgeschakeld nummer 2, galop nummer 2. En Fly de Stijn lijkt de leiding te gaan nemen, maar dat was slechts schijn, want Gourage gaat hem nu voorbij. Gourage, Fly de Stijn, daar is ook Droit au Coeur al. Die komt uit op plek 3. Die is zo door het hele eerste gelid heen geschoten bij de start. Dat was plek genoeg. Daarachter aan de relingzijde ligt Frankie du Cap Vert. Dan aan de buitenkant Beaugaillard. En die wordt aan de buitenkant gevolgd door Elixir Normal. Dan zijn we in de start van het veld. En daar zit ook Davy Magique op dit moment. In het tweede spoor op dit moment op een voorlaatste plaats. Paarden komen voor de tribune langs. En het is Gourage die de eerste tussentijd gaat neerzetten. En die eerste tussentijd leidt 1:13:3. Gourage leidt, daarachter Fly de Stijn. Derde plek op 1,5-2 lengte is Droit au Coeur. Daarachter Beaugaillard. Aan de buitenkant gaat naar voren Elixir Normal. Daarachter volgt dan aan de relingzijde Tom Kooijman. Tom onderweg in deze koers met Frankie du Cap Vert. En achter Frankie du Cap Vert ligt aan de relingzijde Joko's Way. Nog altijd de voorlaatste plaats voor Davy Magique, maar die begint aan de buitenkant nu al wat op te schuiven. Gaat achter de Ecurie Quickkleur aan. En zo gaan we de volgende tussentijd neerzetten. En Krebas neemt nu tempo een beetje uit de koers. Gourage had aardig haast in de eerste 500 meter. De tweede 500 meter komt er nu aan. 1:18:4. Eerste kilometer gaat in 1:15:8. Op weg naar de linkerbocht zijn wat paarden aan de buitenzijde op weg naar voren. En een daarvan is Davy Magique. Davy Magique komt eraan aan de buitenkant. Wordt daar opgevangen door Droit au Coeur, want die wil graag de rug hebben van Davy Magique. Die gaat alvast naar het tweede spoor. Davy Magique gaat drie dik door naar voren. Komt nu uit op de tweede plek. De paarden komen de rechte lijn voor de tribune. Leiding in handen van Gourage. Aan de buitenkant daarnaast Davy Magique. Daarachter aan de relingzijde Fly de Stijn. En de vierde plaats daarachter is dan voor Droit au Coeur. De drie favorieten dus op de eerste vier plaatsen. Alleen Gourage is de vreemde eend in de bijt. En zo komen de paarden voor de tribune langs. En er komt aan de buitenzijde nu een tussensprint. Tussensprint van Fleuron en Micha Brouwer. Maakt heel snel terrein goed en gaat nu weer inparkeren. Gaat op de rug van Elixir Normal. Komt uit op een zevende plaats. En zo zijn we inmiddels in de laatste kilometer. We hebben weer een nieuwe tussentijd en die luidt 1:18:2. Runnersbocht gaan we door. Was het vroeger, het is nu de Z-Turfbocht. En het is Gourage die leidt. Gourage aan de buitenkant Davy Magique, dan Fly de Stijn. Daarachter volgt aan de buitenkant Droit au Coeur. Tempo is duidelijk omhoog gegaan, dat zie je ook aan Beaugaillard, want die kan hem even niet meer volgen. En zo zijn ze halverwege de rechte lijn overzijde. Fleuron aan de buitenkant ziet er nog goed uit, gaat ook een half spoortje naar buiten. En Davy Magique moet even wakker gemaakt worden. Gourage is vandaag wel heel taai. Gourage aan de binnenkant, buitenkant Davy Magique. Daarachter Fly de Stijn, die het hoofdje lekker naar beneden heeft. Dan Droit au Coeur, die een gaatje moet laten vallen. Fleuron gaat al naar de vierde plaats. Achter hem aan gaat Elixir Normal. Paarden gaan nu de laatste bocht in. Leiding daar in handen van Gourage. Aan de buitenkant moet Davy Magique echt de tanden op elkaar zetten. Daarachter Fly de Stijn. Die gaat heel langzaam een spoortje naar buiten. Gaat zometeen nog een spoortje naar buiten. En kan dan de aanval openen. Vierdik komt aan de buitenkant naar voren. Fleuron. Vier paarden hebben nog kansen. En in het midden van de baan gooit het nu Davy Magique. Aan de binnenkant Gourage. Davy Magique. Aan de buitenkant Fly de Stijn. Helemaal aan de buitenkant komt Fleuron. Gaan die laatste 100 meter nu in. Fleuron aan de buitenzijde ziet er super uit. Fleuron en Micha Brouwer. Go baby! Go, go, go! Fleuron gaat hem winnen. Eerste start in Nederland. Tweede plek Fly de Stijn. Derde is Davy Magique. En de vierde plaats Elixir Normal. Tijd voor de winnaar. 1:16:2.